Ik denk dat ik meer kans heb dan 1%, maar ja, dat is ook maar afwachten wat het uiteindelijk gaat worden. Voor Tessie Savelkous is het Grand Slam toernooi in Parijs niet goed afgelopen in haar partij tegen in de tweede ronde tegen Romana Dikko. I'm trying to not watch because I feel her knee. Orp inzetten bij haar, waarbij het been van Tessie Savelkous, het rechterbeen, bleef staan. And I look, no, don't look at it. En ze is voor onderzoek nu naar het ziekenhuis gebracht. Vreselijk om te zien, ik zal je details besparen. Hopelijk valt het mee voor Tessie Savelkous. Die vreselijke 9e februari op de Grand Slam van Parijs begon voor Tessie Savelkous nog vol goede moed. Ze maakte zich op voor haar eerste partij in de tweede ronde tegen de thuisfavoriete Romana Dikko uit Frankrijk. Een paar weken daarvoor verloor ik van haar. En daar voelde ik me heel erg kansloos in die partij. Ik weet nog dat ik heel erg daarmee bezig was tijdens de warming-up. En toen moest ik de mat op en merkte ik dat het eigenlijk beter ging dan ik had verwacht. Savelkous komt in die partij een Vasari achter, maar is overtuigend aan het judoën wanneer het noodlot toeslaat. Het beeld is zo akelig dat we ervoor gekozen hebben om het niet te tonen. Zij zette een actie in en haar been stond zeg maar zo schuin over mijn been heen, waardoor dat mijn knie geblokkeerd werd, of in ieder geval mijn onderbeen, die bleef staan. En ik moet zeggen, dat ben ik een beetje kwijt, maar ik weet dat ik op de grond lag en dat mijn been eigenlijk onder haar lag. En dat ik mijn been eruit schoof en ik voelde dat hij los zat. Veelzeggend is de reactie van tegenstandster Dikko. Die slaat de handen voor het gezicht. Zij hoorde en voelde meteen hoe laat het was. I really feel this, her knee like not in the right side. So I imagine that it was very bad. So I was like bad mood. Yes, very bad mood. Ik denk dat iedereen wel bijna aan het huilen was. Zo erg vond ik dat allemaal. Savelkous wordt onder Frans applaus afgevoerd naar een ziekenhuis en daar meteen geopereerd. Om na 4 dagen per ambulance naar Nederland te worden gebracht. Ik besefte echt wel dat het echt niet goed was. Maar ik denk dat je niet helemaal beseft wat er nou... Ik wist natuurlijk ook nog niet precies wat er allemaal van binnen aan de hand was. En dat bleek natuurlijk uiteindelijk ook wel meer te zijn dan alleen dat mijn knie uit de kom was. Voor judoka Tessie Savelkous houdt deelname aan die Spelen in Tokio aan een zijden draad. Dat denken wij ook maar. We houden nog een slag om de arm, maar zo ziet het er heel slecht uit. Ja. Na 6 weken in een soort stellage te hebben geleefd, kan Savelkous eindelijk de MRI in. Op weg naar duidelijkheid. Op weg naar het antwoord op die ene vraag. Ik denk natuurlijk, zeker als je de MRI hebt gehad in Nederland en je hoort wat er dan allemaal stuk is, ja, dan heb je natuurlijk wel door dat het dat niet meer gaat worden, Tokio. Want wat zeiden ze? Dat er gewoon heel veel stuk was. Met name een gescheurde zenuw in Savelkous rechterbeen is het probleem. De uiteinden daarvan liggen meer dan 8 centimeter uit elkaar en daardoor kan ze haar voet niet normaal bewegen. De kans op herstel is niet groter dan 1%. Zeker voor haar, omdat ze zo op de goede weg was. Weet je, Winter Masters. En nu dit, het is echt... Dat is wel gewoon heel moeilijk geweest. Want dan besef je wel gewoon even van, oké, ja, kan ik ooit überhaupt nog lopen of rennen? 1% is voor Tessie Savelkous genoeg om het beltje er niet nu al bij neer te gooien. Maakt mij niet uit of ik een kleine kans heb. Ik ga wel gewoon zorgen dat ik die kans dan ga pakken. En als ik die kans krijg, zeg maar, want ik weet dat ook gewoon maar 1% is. Alleen, ze zegt dat ze het gewoon, ja, ze weet het gewoon niet. Ik denk als je in de dikke vandalen bij het woord optimist kijkt, dat je foto van Tessie Savelkous ziet. Ja, wie weet.